Vijf jaar na dato verschijnt daar Tears of the Kingdom, de officiële opvolger van Breath of the Wild natuurlijk, in The Legend of Zelda. En waar Breath of the Wild misschien wel werd gezien als een van de beste games aller tijden, vroegen we ons af, is dat nu ook het geval? We zijn sinds vrijdag hard aan de slag geweest om deze game te gaan spelen. Ik heb er zo'n 15 uurtjes in zitten. Ik weet niet hoeveel uurtjes de heren hiernaast mee erin hebben zitten. Dus dit is een review in progress, om het zo maar te noemen. Want er zit zo ontzettend veel in deze game. Zo ontzettend veel. Dat ik zelfs na 15 uur nog steeds het idee heb dat ik... I'm not even scratching the surface, om het zo maar te zeggen. Jongens, leuk dat jullie hier bij zijn aangeschoven. Hoe was jullie weekend? Druk. Ja, druk, veel uurtjes. Ik denk dat ik ongeveer 20 uur in de game heb gestopt. Nou, je weet ongeveer hoeveel uur er in een weekend zitten en dat je ook nog andere dingen moet doen natuurlijk, zoals eten, schijten, et cetera. Dus ik heb me heel erg bezig gehouden met deze game. Mm-hmm. 20 uur in mijn weekend opgeofferd hier. Dat vond mijn vrouwelijk gezelschap heel fijn. Die heeft letterlijk alleen maar gekeken naar hoe ik schuimbekkend voor de tv zat. En, het is mijn werkschat. Ja, ja. Nou, ik ben aan het werk nu. Maar we gaan natuurlijk niet naar conclusies toe werken. Maar, ben ik dan degene die het langst heeft gespeeld? Jezus, Mina, ik ben wel de 25 uur ben ik wel gepasseerd, ja. Zeg maar, bijna mijn hele zaterdag en zondag viel weg. Dus ik heb echt al die uurtjes erin moeten proppen. Okay. Nee, 15. Nee, ik heb ook een foto. Ik had hem even moeten uploaden. Ik wil het zeggen. Ik zat in de tuin met een handdoek over me heen. Want ik kon het ook niet laten om binnen te gaan zitten met het mooie weer. Ik ben er 25 uur in ieder geval in geweest. Ik heb ook wel gelezen, andere media 100 uur. Maar dan moet ik wel bij zeggen, die hebben de game eerder gehad. En ik heb het er al vaker uitgelegd. Er is een contract wat wij niet ondertekenen. En daardoor kregen we hem gewoon vrijdag. En gaan we er zeker nog even op terugkomen. Want Jesus Christ, wat is dit voor een huge ass game. Ik wou net zeggen, ja, ik moet echt mijn enthousiasme, ik doe daar echt enorme best voor om het te onderdrukken, want ik zit sinds vrijdag te spelen, dus ik zit in de hype ook nog wel, maar ik kan alleen maar, en dit is, ik probeer het niet te overdrijven, alleen maar superlatieven spreken over deze game bijna, want voor mij, echt, dit is zonder gein, maar ik besef dat het nog wel in de hype zit, dus ik ga er nog op terugkomen in de final review dan. Dit is de beste game sowieso die ik heb gereviewd bij GameKings in al die jaren. En ik denk, heel misschien, en dat moet dan nog volgen, misschien wel de beste game ooit gemaakt. Dat is een boute uitspraak. Kijk, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, maar ik sta erachter. Ja, nee, dat mag ook. En ik heb natuurlijk ook ik ben gek op de businesskant en de cijfertjes en zo. Dus ik zag ook de reviews binnenkomen. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Dan ook nog wat 9,5. Hoge cijfers, weet je wel. En ik las ook een aantal mensen die zeiden, iedereen die dit niet de beste game ooit vindt, die snapt niet hoe games worden gemaakt. En daar gaan mij altijd alle haren overeind staan. Nee, dat is bullshit. Omdat ik ook denk van, we gaan het straks over die game hebben. En ik ben ook super enthousiast, hoor, daar niet van. Maar het is natuurlijk ook altijd een smaakding. Want er zijn games die ik beter vind, maar dan gaat het niet over gameplay techniek, graphics, weet ik veel wat, maar dan gaat het gewoon over smaak. Is dit de wereld? Is dit het type game wat je wilt spelen? Ik vind dat zo moeilijk te verzinnen. En het is dan een soort van, dat heb ik altijd een beetje met Zelda, van je mag er niks over zeggen, want als je ook maar een beetje kritiek hebt, dan snap je het niet als gamejournalist. Bullshit, ik bedoel, inderdaad. Het is heel erg een smaakding, want deze game, exact. Het is natuurlijk een gigantische open wereld. Ja. En je wordt heel erg vrijgelaten om te doen en laten wat je zelf maar wil. Je wordt vrij weinig nog aan het handje gehouden, al zijn er wel veel tutorial dingen die worden op een speelse manier worden die je bijgebracht. Ja. Maar dat moet je liggen, weet je? Als jij daar niet van houdt, van dat volledig vrijgelaten worden en de non-lineaire gameplay. En het is ook niet zo cinematisch als bijvoorbeeld God of War of dat soort. Als dat echt je ding zijn. Nee, dat is dit niet. En dan is het voor jou niet de beste game aller tijden. Maar voor mij wel. Bijvoorbeeld. Nou ja, kijk, en ik denk dat ik om even kort uit te leggen voor de mensen die misschien Breath of the Wild wel hebben gespeeld en hier nog aan het twijfelen zijn. Die denken, ik ga een DLC kopen met een nieuwe map.
In principe, Tears of the Kingdom speelt zich af in dezelfde map als Breath of the Wild. Ja. Met wel wat grote kanttekeningen. Zonder al te veel spoilers te willen geven. Nou, we kunnen toch zeggen... Er zit de bovenkant en de onderkant. Er zit de bovenkant en de onderkant. Nou, ja, maar de taart... dat niet alleen. Ik bedoel, deze map. Ja, het is Hyrule. Het is Hyrule van 5 jaar geleden ook. Maar bijna alles op de map is veranderd. Bijna alles op de map is veranderd. En het voelt zeker... we kunnen wel stellen dat de wereld nog genoeg... het voelde heel fris aan. Ik heb niet het idee gehad dat ik... eigenlijk door Breath of the Wild aan het lopen was. Nee. Dat was maar een grote angst. Mm-hmm. Voordat ik hier aan begon. Dit gaat niet goed. Ja, dat komt. Dat lukt hem. Maar wat ik wel lastig vind bij deze game. Want ik zag de reviews ook binnenkomen. En ik ben heel sceptisch aan deze game begonnen. Mm-hmm. Mijn grootste struikelblok met deze game is de gameplay die ik in Breath of the Wild eigenlijk helemaal uit heb gespeeld. Ik heb die game 120 uur gespeeld. En ik was er op de duur echt strontzat van. Ik hoefde niet zo'n shrine met. Mijn grootste angst was, ga ik dit opnieuw leuk vinden? Zijn de dingen die in Breath of the Wild mij dwars zaten, is er genoeg nieuws toegevoegd om om nog een wandeling door die wereld te kunnen rechtvaardigen? Mm-hmm. En daar kan ik nog niet een definitief antwoord op geven. Daarvoor ben ik... Ja, wat we zeggen, het is een review in progress. Ja. Ik ben nog steeds niet van alles fan in de game. Ik wil daar ook dan direct even bijvoorbeeld zeggen, het element, het is te warm of het is te koud en je moet gaan koken en pepertjes in je eten gooien. Kijk, iedereen heeft een bepaalde verwachting van wat een Zelda is. Ja. En ik ben echt een fucking grote Zelda-liefhebber. Ik ben echt... Het is mijn favoriete franchise, denk ik, die er is. Breath of the Wild, een van mijn favoriete games ooit gemaakt. Er zitten ook een aantal dingen in Breath of the Wild die ik nog steeds moeilijk vind. Het breken van je wapens. Hebben ze daar iets op gevonden? Nou, laten we daar eens over beginnen. Je hebt nieuwe abilities in deze Zelda die het eigenlijk in een totaal nieuw daglicht zetten. Ja. Je hebt een aantal abilities. Eentje daarvan is Ultra Hand, waardoor jij objecten aan elkaar kan vastlijmen. Je kan soort modules. Je hebt de ventilatoren, je hebt wielen, je hebt een stuurwiel. Je kan echt allemaal objecten maken en je creativiteit kan helemaal loco gaan. En we hebben daar in de 2 dagen dat die game uit was, hebben we al bizarre dingen van zulke bizarre dingen voorbij zien komen. Dat is een van de dingen die de game fris maakt. En heb je dus nu ook een fuse ability, waar je eigenlijk allerlei objecten aan elkaar kan fuseren. Dus als jij bijvoorbeeld een ventilator en een stok aan elkaar fuseert, heb jij een stok waarmee jij kan windvlagen kan slaan en dat soort dingen. Het maakt het allemaal heel fris. En op een bepaald... Ja, ik zit echt in zo'n soort raar dubio. Want er zijn ook nog heel veel dingen waarvan ik wel denk, ja, dan moet ik weer weg uit een bepaald gebied omdat ik niet genoeg omeletten heb met pepers erin. Help mij. Maar de game helpt je niet. En op zich... We gaan nu al best wel vrij snel... De game daag je uit om... Dat is wat ik er vet aan vind. Daag je uit om het te ontdekken. Exact. We gaan al vrij vooral de kritische kant op. En ik vind, we gaan het zo zeker... Want ik heb ook wel puntjes van kritiek, hoor. Maar ik vind dit wel een game waar we eerst ook een beetje het positieve moeten laten zien. Wat ik knap vind, en nogmaals, dit is... ik ben het pas sinds Breath of the Wild gaan spelen, omdat iedereen maar blijft zeggen van, ga nou eens kijken. En toen kwam ik er ook al echt in. En eigenlijk door deze heb ik het nog veel meer. Wat ik knap vind is... er zijn ontzettend veel open wereld games. Ik bedoel, en ik neem even nu als voorbeeld de Ubisoft open wereld games. Daar hou ik ook best wel van. Maar wat ik daar altijd heb, is dat je dingen moet doen die op een of andere manier, of het wordt je op een presenteerblaadje van aangeboden. Zo van, nee, je kan niet daarheen, je moet eerst daarheen. Nee, ga nou niet daarheen, je moet daarheen. En de oplossingen, die zijn niet logisch. Die komen niet voort uit een soort van ontdekkingsreis die je zelf gaat doen. Zijn altijd hetzelfde. En ze zijn ook natuurlijk altijd hetzelfde. En wat ik hier zo knap aan vind, en dat merkte ik bij mezelf ook, waardoor ik misschien wel langer dan jullie heb gespeeld, maar misschien minder ver ben gekomen, is je bepaalt echt alles zelf. Ja. En je ontdekt dingen vanuit je eigen ontdekkingsreis. En dat zie je bij heel weinig games. Dat je inderdaad af en toe dan zit je gewoon vast omdat je iets niet hebt. Mm-hmm. Maar je kunt het altijd wel weer maken. Of misschien is het dan gewoon je eigen domheid dat je... Dat heb ik ook al gehad. Moest ik een bootje maken met van die propellers erachter. Zet ik de boot neer, propellers erop en ik tik op die propellers, boot weg, weet je wel. En de tweede keer exact hetzelfde. Ik dacht, hoe moet ik dit nou doen? En dan word je gewoon gestraft voor je eigen domheid. En
waar een Ubisoft game dan onmiddellijk de volgende en de volgende en de volgende, net zolang tot je het goed hebt. Nee, het is jouw probleem. Dan moet je de wereld maar weer in om het te gaan zoeken. Dus het dwingt je, wat ik altijd een hekel heb van die open wereld quest, is die fucking sidequest of het exploreren, wat er niet toe doet. Want je hebt al binnen 5 seconden het beste wapen wat je hebt en daar kun je die hele wereld mee uitspelen. Hier ben je constant bezig, kwam ik al snel achter. Ik ga veel te snel, man. Ik moet gaan zoeken wat er in die wereld is om dingen in die shrines te vinden, om wapens, vettere wapens te kunnen maken. En dat geeft je een soort avontuurgevoel, wat zelfs mij dus, terwijl dit niet mijn stijl is, en dat bedoel ik dus met smaak, van ik had het liever in een realistische setting gehad, maar het avontuur is ongelooflijk. Nou, ik sla me daar helemaal bij aan, maar vooral wat je net zegt, en dat is wat die kracht is van de game voor mij, is inderdaad, je hebt shrines bij wijze van, en die draaien meestal om een bepaald onderwerp of element of iets dergelijks. Maar de shrines zijn ten eerste puzzels, eigenlijk gewoon. Het zijn soorten mini-dungeons natuurlijk, voor de mensen die niet weten wat de shrine is van Breath of the Wild, dat ook. Dat is wat het is. En je leert daar skills die je ook weer kan gaan gebruiken in de open wereld natuurlijk. Mm-hmm. Maar, precies wat jij hier zegt, in de open wereld gebeurt wel eens, oh ja, dit moet je doen. Hier moet je een bootje bouwen, want toevallig hier liggen natuurlijk ook allemaal materialen om een bootje te doen en dan kan je naar de overkant. Oh, en dan verneuk je dat. En deze game is gewoon van, soms moet je tot zulke krankzinnige dingen komen, omdat bepaalde dingen heb je niet of je ziet het gewoon heel even niet. En ik heb bij heel veel van die dingen even van, dit kan nooit de bedoeling zijn geweest. En toch werkt het. Ja. Weet je? En toch werkt gewoon simpelweg go fucking nuts. En dat hele bouwen wat nu is toegevoegd aan deze game, het zorgt voor zo'n andere dynamiek. En vooral waar ik bij Breath of the Wild 1 had ik wel zoiets van, oké, heel veel shrines kan je maar op één manier oplossen. Ja. Bij deze? Nee, er zijn echt veel meer manieren. Ja. Er zijn echt zoveel verschillende manieren om een shrine op te lossen. Dat is een hele fascinerende keuze van Nintendo. Want enerzijds is dat, denk ik, de kracht van de game. En dat maakt af en toe ook een beetje, ja, dat maakt het ook dat het risico groter is dat je soms aan het dolen bent. Wat voor mij wel weer bijzonder is. Want kijk, waar ik gaandeweg achter ben gekomen is, in mijn optiek is het niet een nieuwe Zelda game. Het is een nieuwe Breath of the Wild Zelda game. Ja. Zeg maar. Het is wel echt in die stijl. Ja. En ik ben best wel gewend dat Nintendo een soort tik-strategie, tok-strategie. Weet je, ze komen met Wind Waker. Ze beginnen echt altijd van scratch. Precies, ze beginnen altijd van scratch. En dit is echt een nieuwe Breath of the Wild. En dat, ja, ik bedoel, Breath of the Wild is een van de beste games ooit gemaakt, als je het mij vraagt. Ja. Dus ja, dat is zeker wel een keuze die ik snap. Er zit nog heel veel gameplay in die wereld. En ja, met die nieuwe elementen die ze hebben toegevoegd, merk je wel dat Nintendo de soort van verantwoordelijkheid voor het verhaal te maken ligt echt bij de speler zelf. En eigenlijk dat Nintendo zo niet-lineair een verhaal durft te vertellen, vind ik ten eerste heel dapper. Maar ook, ik denk ook dat alleen Nintendo in staat is om zoiets op zo'n manier uit te voeren. Want ik ben bijvoorbeeld in deze game, dan denk ik, oh, ik ga naar Death Mountain toe. Nou, geloof mij, ik wilde naar Death Mountain toe, maar 2 uur later sta ik ergens een of andere boom aan een wiel vast te maken in de woestijn. En denk ik, hoe de fuck ben ik hier nou weer gekomen? Ja. En dan zijn momenten, dan krijg je ineens, ook al, want ik ben in het begin best wel gefrustreerd geweest met de game af en toe, dat ik dacht, van waarom heb ik niet de Deku Tree die in mijn oor fluistert, kom naar het bos en los de puzzel op. Want dat is, ik ben een Ocarina of Time boy. Ik wil, dat is wat ik van Zelda verwacht, maar aan de andere kant, games veranderen. De gamesindustrie evolueert. En Nintendo heeft zoiets van, ja, wij gaan niet nog weer een keer die oude games maken. En de momenten dat het klikt bij deze game, besef je ook ineens waarom ze dit hebben gedaan. En dat het op zijn eigen manier Zelda is. Meer dan ooit tevoren eigenlijk. Het gevoel van verkenning en avontuur, verdwalen en avontuur. En ook het ding met die wapens, dat hebben ze, vind ik, heel goed opgelost in deze. Want in Breath of the Wild, je wapens breken, vind ik irritant. Maar hier, je kan alles fuseren. Weet je, je pakt een ijspik die van een gletsjer afdondert en er ligt ergens een steen. Je hebt een ijshamer. Je kan echt de meest bizarre wapens maken. Ik heb echt de raarste shit gedaan. Je prikt wat dingen op je stok en je hebt gewoon een toverstaf. Ja. Weet je, de ene schiet vuur, de andere elektriciteit, de andere water. Ja, en het is gewoon zo'n, ja, ik weet niet. Nintendo heeft gewoon weer iets geprobeerd waarvan, ja, waar we net wat jij net zegt met Ubisoft, dan eigenlijk je wordt dan heel snel word je bij de hand genomen. Je moet nu hierheen, maar bij deze game, omdat dit krankzinnig moeilijk is. Ik bedoel, als je een game maakt, dan wil je eigenlijk als developer dat je alle mogelijkheden die de gamer heeft, dat je die onder controle hebt. Dus je wil, want je moet alles uittesten. Wat Nintendo doet is een oneindige hoeveelheid
mogelijkheden geven om allerlei verschillende wapens te hebben. Dat moet allemaal gebalanced zijn. Dat is natuurlijk fucking eng. Ja. Mm-hmm. Van wat gaan mensen maken? Wat ik al zeg van... Op een gegeven moment, het bootje, tweede bootje. Ik denk, fuck, hoe kom ik nou aan de andere kant? Tot ik op een gegeven moment idee had, weet je wat, wie weet ga ik wel echt... Ga ik een vliegtuig bouwen trouwens? Ja, wie weet, als ik nou eens gewoon eens een keer 10 bomen omhak en die allemaal achter elkaar doe. Ja. Oh, maar dat kan hij niet optellen. Dat kan hij wel optellen. Dat is ook een hele lange stok als het ware, wat heel veel mensen nu doen. En die leg ik gewoon over het meer heen. Ja. Het blijkt dus dat Nintendo dat niet voorzien had, dat het ook op die manier kon. Maar het kan dus wel. Het mag, ja. En dat vind ik leuk. Van het is, het, ja, het is echt een... Ik bedoel, we leven best wel in een tijd dat mensen willen hele diepe verhalen. Mensen, er zit soms een soort van politiek of in games. Er zit een morele boodschap in. Dit is een game. Dit is puur een game. Het is een avontuur. En in het begin had ik zoiets van, waarom zegt Link helemaal niks? Nou, ik weet van Koos van, jij bent Link. Maar hij zegt dus ook echt helemaal niks. Maar hij neuriet als hij kookt. Ja, ja, precies. Ik word niet afgeleid door van oké, okay, dit, ik moet het zo begrijpen. Weet je wel? Nee, doe het zoals jij het wil. En dat is eigenlijk bizar dat zo weinig bedrijven nog maar... Het is niet alsof andere bedrijven dit niet doen. Andere developers ook niet RPG's maken en open werelden en dit en dat. Maar waarom zijn zij dan een van de weinigen? Want Elden Ring doet het ook heel erg goed, maar op een iets andere manier. Die ja, hier komt nog wel... Kijk, de Elden Ring heeft ook die vrijheid. Maar nu, ik vind dit bouwen... Ja. Wat je hier doet. Want, maar dit is heel voor de hand liggend. Ik bedoel, dit ligt voor je klaar om te gaan doen natuurlijk. Ja, dankzij Mr. Humphreys of zo in ieder geval. Die heeft het overal in de wereld gelegd of zo. Iets van reverend of ja, burgemeester. Maar ik bedoel meer van... Nee, dat zie je duidelijk. Hier kan je een vliegtuig maken. Ja. Maar hetzelfde had ik inderdaad met... Je hebt wat eilandjes die wat hoog in de lucht zaten. Waar je niet bij kon komen. Want er zat een klif tussen. Je kon niet klimmen. En dus ik op een gegeven moment zit te kijken. Oké, ik kan daar naar boven op die berg klimmen. En dan kan ik er naartoe glijden. Wat ik heb gedaan op dat moment. Ik heb een bel gemaakt. Ik ging bomen hakken. Ik heb al die boomstammen aan elkaar gedaan. En gewoon ploep eroverheen gelegd. Ja, ja. En over die boomstam heen gelopen. Mm-hmm. Maar wat ook kan. Is gewoon 3 boomstammen aan elkaar maken. Of 4. Dat je een soort van platform hebt. De platform doe je met je ultrahand naar de andere kant. En weer terug. Vervolgens ga je erop staan en dan laat je rewind time doen. Woep, heb je gewoon een zwevend platform wat je brengt. Maar zoveel mogelijkheden. Ja. En als je andere mensen deze game ziet spelen... Weet je, dat is zo vet. Want je denkt van, wauw, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Dat kon. Ja, en dat dan kan. Ja, dat die bepaalt is mega zelf, vet. Ja, niet de developer die het voor je doet. Het is ook een bepaalde manier. Ik heb natuurlijk over... Over het game design van Breath of the Wild zijn natuurlijk best wel mooie artikelen, lezingen, video's, whatever. Mm-hmm. Nintendo heeft een hele mooie... Er zit een hele mooie mechaniek onder wat je als gamer eigenlijk... Je ziet niet de eentjes en nulletjes. Maar als je goed naar de ervaring kijkt, er is altijd... Ten alle tijden zal je getriggerd worden door iets wat je ziet. Ja. Er is altijd nieuwsgierigheid. Er is altijd een soort van gevoel van ontdekking. Ja, nou, en dat zit er zo sterk in. Want ik heb elke keer... En ook gisteravond was dat... Ik was pas laat thuis. Ik weet je wat? Ik ga vroeg opstaan om deze game nog te spelen en te capturen. Ik doe even 1 shrine. Mm-hmm. 1 shrine, weet je wel? En vervolgens... Oh, ik zie daar in de verte zie ik nog iets. Volgende shrine. Oh, maar daar zit een tower in de buurt. Bam, ja. Volgende. Ja, en vervolgens was ik 1,5 uur weer aan het spelen. Nee, dat is het knappe. Het is die, ik vind het nooit zo'n kunst om een hele grote open wereld te maken. Dat doet iedereen wel. Ik bedoel, het is gewoon een kwestie van kilometertjes in elkaar editen. Mm-hmm. Er gebeurt hier ook wat. Er is overal te doen. Ik moet wel een kanttekening bij maken. Ja, die bovenwereld is tof. Hyrule is tof. De benedenwereld, die je via... dus is een soort van spleten her en der in de wereld. Daar kun je induiken. Mm-hmm. Die is dus volledig donker. Ja. Dan moet je dan van die speciale lotusbloemen of whatever. Die ja, lighthouse een soort van, ja... Die wereld vind ik niet zo interessant. Wat je daar kunt vinden, want dat is altijd daar je zoekt shit. Vond ik daar wel wat minder uitgewerkt. Mm-hmm. Maar het leuke wat ik dan zie is, ik lees van zoveel mensen die de game nu al best wel lang spelen of misschien wel 48 achter elkaar. Iedereen ontdekt weer andere dingen. Er zijn overal weer labyrinthen, dungeons waar je weer in kan. Je weet hoeveel shrines zijn er wel niet, weet je wel. 156 ja, of 152 of zo. Het is insane wat mensen allemaal ontdekken. Mm-hmm. En ik ben eigenlijk een stukje main quest gaan doen. En op een gegeven moment dacht ik, fuck it. Weet je wel, toen er zitten nu die torens in. Hè? Dat is een beetje Ubisoft, weet je wel. Die torens altijd. En als je, maar zat ook in de vorige. Ja, zat in de vorige. Ja, ja. Oké, okay, goed, dat wist ik niet. Maar in die alleen, het waren torens.
Maar nu zijn het iets andere torens. Het werkt exact hetzelfde. Okay, nou ja, en ik ben op een gegeven moment was ik gewoon aan het lopen naar een hè, want je kan gewoon een spot zetten. En omdat ik niet wist wat voor wereld was, liep ik de hele tijd tegen bergen aan waar ik niet overheen. Dacht ik, fuck, ik ga eerst gewoon al die torens. Daar ga ik naartoe lopen, dan ga ik die even unlocken, dan weet ik hoe die wereld eruit ziet. En dat is een game op zich, want daar ben ik helemaal niet met de main quest bij. Dat doe ik bij geen enkele andere game, omdat het namelijk... Het hoeft allemaal niet, jongen. Het is... Het, ja, je loopt... Alles maar, is... Ja. Maar dat is het ding. Je wil ook niet met de main quest aan de slag, omdat er zoveel te ontdekken valt in die wereld. Denk van, ah, dat komt wel, weet je wel. Ja. Want ik wil nog niet klaar zijn met die game. Nee, bijvoorbeeld nee. Breath of the Wild, die heb ik echt moeten rushen. Die heb ik... vorige week uitgespeeld. Dat was op donderdag en vrijdag kregen we de game. Dus die heb ik echt gerust. En dat was een fantastische ervaring. Maar daarmee gaat wel een gedeelte van de ervaring... Ja, die mis je ook op die manier. Ja. En deze, ja, nee, ik ben nu gewoon... elke nook en cranny ben ik aan bekijken en aan het ontdekken. En heel eerlijk inderdaad, ik ben het met je eens over die cavern-wereld. Want je hebt dus de Hyrule Map en de Sky Places en de cavern. Ik denk dat wij allemaal nog... een beetje op het begin zitten. Want anders vind ik inderdaad die cavern wel heel erg tegenvallen. Nou ja, maar ik denk dat er nog veel meer is. Het is niet getoond in het voortraject. Nintendo heeft hier niks over gezegd. Eigenlijk was het pas bij de eerste reviews dat mensen zagen dat er ook nog een onderwereld was. Ja, wie weet zijn mensen er nog niet ingedoken. Waarom? Omdat dat is wat ik lees. Want ik ben er zelf natuurlijk niet te veel in geweest. Is dat er te weinig te halen valt. Te weinig vette loot. En het maakt ook niet zo heel erg veel uit voor je... main story. En als we het dan hebben over van de kracht van de game. De kracht van de game is de ontdekkingstocht en wat je zelf doet, het avontuur. En niet zozeer bijvoorbeeld het verhaallijn. Want dat is... Maar ik weet niet, jullie hebben meer... Het is gewoon de standaard Hero's Journey, Rescue the Princess. Ja, weet je? Dit is de bad guy. Ik zit natuurlijk... We hebben het verhaal nog niet uit, maar ik vond wel het verhaal best wel... Ja, kijk, in het begin dacht ik een beetje, oké, dit is wel erg gemakkelijk. Het kasteel gaat weer omhoog en de upheaval. En nou, dan gaan we weer Zelda zoeken. Ja, laten we gelijk even een verhaal dan heel even zeggen. Dit speelt zich direct af naar Breath of the Wild. De wereld is bevrijd van Ganon natuurlijk. Je bent samen met Prinses Zelda bij wat caverns aan het verkennen. Want er is een bepaalde mist of iets dergelijks. Mensen worden er ziek van. Vervolgens... Pam, pam, pam. Je komt in oude ruïnes. Je komt daar de Demon King heet hij volgens mij. Een enemy kom je daar tegen. Bam, dat trapt het verhaal af. Prinses Zelda is kwijt. Daar zoals fucking weer. Altijd, daar weet je wel. Weer. Elke keer weer weg, die bitch. What the fuck, man. Maar dat je reden, weet je wel. Maar meer reden heb je ook niet nodig. Om met een schild en het zwaard gewoon de wereld in te trekken. Wat je natuurlijk merkt, en dat is wat ik mijn grootste angst was dus. Ik ga weer door die wereld heen. Ik heb Breath of the Wild veel gespeeld. Ik ga me daar niet vermaken. Nou. Maar het is heel tof hoe ze het hebben opgelost. De plekken waar je komt zijn anders. Je merkt dat de characters zijn... die herken je. Je wordt herkend. En je hebt een soort van... verschillende seizoenen. Dus de vibe is anders. Ik herken het in het begin eigenlijk helemaal niet terug. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, om niet te veel spoilers te geven... Nou ja, dan ga ik dat toch doen. Als je bijvoorbeeld naar de Rito Village gaat... Ja. Daar is nu sneeuw. En dat is... dat komt ergens door. Dat ga je onderzoeken. En uiteindelijk, dan in het begin, het voelde echt als een hele andere wereld. Ik kwam gewoon niet tot de conclusie dat het dezelfde game was. Tot ik echt, na een aantal uren dacht ik, oh, wacht even, dat is dat en dat, dat stuk. Ja, het is gewoon totaal anders ingericht. Dus die wereld heeft gewoon veel meer... Ja, de wereld is in opbouw, weet je. Ja. Want de Ganon is verdreven van de wereld. En de Kingdom is weer opnieuw in opbouw. En dat zie je overal. Dat zie je in Kakariko Village, weet je wel. Waar die veel groter en uitgebreider is. En waar allerlei dingen nog worden gebouwd en shit. En hier zie je dat bijvoorbeeld. Ja. Al die stijgers en al die dingen, die zaten er niet, in vorige game. Nee, en ergens vind ik het ook heel tof van Nintendo dat ze de lore van deze game gewoon nog een ronde meenemen. Omdat het voor het merk Zelda ook wel eens een keer cool is dat ze niet weer zeggen... Oh, en wat als we dit jaar dan zo doen? Moeten we dan nu weer een andere game doen? En even iets waar ik met jullie over wil praten. Wat voor mij het grootste probleem was van Breath of the Wild. Wat voor mij echt... Ja, het is een van mijn all-time favorite games, maar het is voor mij nog steeds... Ocarina of Time blijft mijn all-time favorite. En dat komt, denk ik, door de dungeons. Ja. Nou hadden we natuurlijk in Breath of the Wild hadden we de Divine Beasts. Ja. Waar ik zelf absoluut geen fan van was. Mm-hmm. Omdat ik ze heel erg op elkaar vond lijken. Klopt. Nou kan ik wel gelukkig melden, ook zonder al te veel spoilers te geven... dat de dungeons zeker meer karakter hebben, unieker zijn. Ik heb ze nog niet allemaal uitgespeeld. Maar ik moet wel zeggen dat het nog steeds niet de dungeons zijn... die ik misschien had gehoopt dat het...
Ik had wel Ocarina of Time Dungeons verwacht nu dit keer. Vooral omdat dat ook de grootste klacht was inderdaad van Breath of the Wild. En dus, ook dat gewoon in het voortraject ook de developers gewoon daar wel ook de nadruk op hebben gelegd. We hebben weer grote uitgebreide dungeons. Ik was denk ik, ik heb dan de Windtempel uitgespeeld en daar was ik denk ik in 30 minuten doorheen. Mm. Dat vond ik... Ja, daar was ik niet echt van gecharmeerd. Maar ik ben blij dat ik nog niet alles heb gedaan. Wellicht dat andere dungeons zich groter laten zijn. Maar ik weet het niet. Dat blijft toch een beetje... Ik heb het idee dat ze bij deze game... Omdat de game zelf al zo'n avontuur is... Dat de nadruk wat minder ligt op die dungeons. Dat het meer het hele avontuur gewoon een soort van één ervaring is. Waarin zo'n dungeon niet doorslaggevend is. Maar toch ergens bij elke Zelda game was een dungeon altijd zo'n punt. Dan zat je gewoon vast totdat je dat uit had. En omdat deze game natuurlijk ook niet lineair is. Je kan zelf bepalen waar je heen gaat. Want eigenlijk direct na het begin mag je zelf kiezen welke van de vier dungeons op dat moment je heen gaat. Ja, dat is eigenlijk een keuze die dus ook bepaalt dat je dus ook niet een gamer vast kan zetten op een bepaald progressiepunt. Jij kan direct naar de vuurtempel, je kan naar de windtempel, et cetera. Dus ja, hoe ga je daar een bepaalde... Maar elke Zelda-speler weet toch van, ja, ik moet er niet onvoorbereid. Ik moet me eerst wel even stacken. Ik moet wel eerst eventjes gewoon die shrines pakken en al dat soort dingen. Dat ik allemaal voor mensen is het ook een uitdaging. Ja. Weet je? Ja, nee, er is alweer een gast die in 96 minuten door het hele verhaal en is gefietst. Dus het kan wel. Maar dat is het mooie van, hey, do what you want, weet je wel. Maar een ding wat ik eigenlijk meer vervelend vind, en ik vind wel dat daar mensen best wel eens wat kritiek op mogen leven, is inderdaad een aantal stukken gameplay, bijvoorbeeld het koken. Op een gegeven moment word je daar wel echt helemaal knijtergek van dat het de hele tijd hetzelfde is. Weet je? En het duurt ook best wel steeds weer even 10 seconden. Ja, dat zijn van die kleine dingetjes dat ik denk van, oké, hier hadden ze ook wel wat anders voor kunnen vinden. Ja, weet maakt je wel? Het de game leuker. Kijk, en dat had ik ook. Toen ik in die windtempel, daar is het koud, dus je moet dan eten hebben met pepers. Nou ja, ik speel altijd met de HUD op Pro, want ik hou niet van elementen in mijn beeld. En ik heb een OLED en ik ben nerveus, dus ik wil geen inbranders. Oh, nee, daar heb ik geen last van, joh. Dus, nou ja, ik het liefst kijk ik alleen maar naar de game. Maar dan moet je dus om de zoveel tijd, op de duur had ik geen eten meer met pepers. En kijk, in mijn optiek voegt dat weinig aan het avontuur toe, dat ik op zoek moet gaan naar pepers, zodat ik een omelet kan bakken, zodat ik verder kan gaan in de dungeon. Nou, vind ik wel. Ik vind dat juist wel, want dat is het ding. Je bent door dat landschap heen aan het gaan. En dat is een smaakding, hè? Dus het is niet, ik heb gelijk of jij hebt gelijk. Maar ik ben door dat landschap aan het gaan en overal wat ik zie, pluk ik. Ik collect alles. Want ik heb zoiets van, dat kan misschien nog wel voor pas komen. Dat gaat voor pas komen. Mm-hmm. Weet je moet goed voorbereid te slag gaan. Ja. En dat is, collect alles wat er op je pad komt. Zorg voor, als je een bepaalde doelstelling hebt, oké, dan weet ik, moet ik deze paar maaltijden met een defense buff moet ik dan hebben en dat soort dingen. Weet je wat het is, Koos? Misschien, vaste kijkers van GameKings hebben mij misschien wat vaker horen ranten op dit concept, omdat ik vind in elke fucking game sta ik tegenwoordig klavertjes vier te plukken, bloemetjes te plukken. En dan denk ik op de duur van, ja, oké, bedoel, is dit nog... Kijk, als dit nou de enige of eerste game was, maar bij Horizon heb je het, bij The Witcher heb je het. Nou, ik bedoel, en het is een soort... Ook RPG. Het hoort erbij. En in mijn optiek, van mij had het niet gehoeven. Ik had deze game niet minder gevonden als ik... Het is wel, ik bedoel, het is leuk af en toe. Ik vind vooral de buffs vind ik tof. Als jij bijvoorbeeld Stamina Plus... Attack Plus. Maar ik vind die omgevingshazards van het is nu te koud en je moet pepers in je eten gooien. Op de duur kon ik geen pepers meer vinden. Ik had geen rupees om... En toen dacht ik, ja... Op een gegeven moment weet je waar die groeien. En dan ga je daar naartoe. Dat is ook deel van het avontuur. Maar dat is ergens in mij is dat de oude Zelda-speler... Soms wil ik gewoon nog aan de hand genomen worden. Zo Ocarina of Time-style. Dat je gewoon denkt, nou, ik moet nu naar die tempel en dan gebeurt er dat. En ja, nee, je moet goed nadenken wat je doet. Ik vind het op zich, ik ben niet zo'n hele goede speler. Dus ik ben juist blij als ik wat tegenkom. Dat ik de hele tijd alles gebruik. Wat ik wel jammer vind trouwens bij het koken. Is dat het random proces is een beetje weg. Omdat er staan nu meteen recipes bij. Dus wat het vorige keer zo grappig was. Dan was je echt alles door elkaar aan het flikkeren. En dan de ene keer krijg je het waanzinnig vet. En de andere keer weet je wel, zo'n maaltijd die je ziek maakt. En nu is dat wat minder leuk. Omdat ze eigenlijk al zeggen, als je dit bij elkaar doet, krijg je dat. En dan ga je daarop focussen. Weet je wel, van oké. Ja, kijk, het ding is, jij bent echt een doorgewinterde Zelda-speler. Dus je gaat heel veel dingen vergelijken. Ik ben dat wat minder, waardoor ik bijvoorbeeld bij dat kouwen... van, oké, wat is er aan de hand? Hoe kan ik me in hemelsnaam warm houden, weet je? En dan moet ik weer gaan zoeken. En op een gegeven moment kwam ik er wel achter. Of warme kleren. En toen had ik bijvoorbeeld weer niet die...
die kookpotjes, weet je wel. Van, dan moest ik, maar dat, ja, die moet je die kookpotjes laten maken, weet je. Daar heb je bijvoorbeeld van die pachinko-machines voor, waar je die kookpotjes weer uit kan halen. En dan kun je die gebruiken. En toen dacht ik van, oké, maar die kan je maar één keer gebruiken. Want op het moment als je weg bent, dan is die weer weg. Constant ben je aan het nadenken van, hoe ga ik dit aanpakken? En je kunt in principe wel gewoon rondlopen of met bepaalde die krachten dat je bijvoorbeeld omhoog kan door een cliff of door een overhangend gedeelte. Ja. En kun je van boven kijken, oké, wat moet ik nu doen? En dat frustreert. En op een gegeven moment als je het dan hebt, dan is het ook heel tof. En ik denk dat dat het is. Het is intimiderend, het is frustrerend. Ja. En daardoor is het gewoon onwijs tof als het je lukt. Ja, en even om het wel voor de game op te nemen. Het feit dat je wel op zoek moet naar bijvoorbeeld die pepertjes om je dingetjes te koken en zo. Het zorgt er wel voor dat ik tijdens het spelen van die tempel weer terug ga naar de wereld. Op zoek ga naar een peper. En voordat ik het weet sta ik in één keer een houten hoppelpaard te maken op de heuvel. En denk ik, what the fuck, dit is leuk. En, ja, dat is het ook. Weet je, deze game is, die gameplay is zo bizar niet lineair. Dat, en bijvoorbeeld zelfs de klimmechanic van deze game, dat was voor mij echt het tofste, vond ik eigenlijk, van Breath of the Wild qua toevoeging. Ik dacht, ja, het is zo leuk. Je kan op plekken komen en overal met je glider heen. Heel creatief zijn ook, hoe je er gaat komen. Ja. En het grappige is bij deze game, dat wat ik zei, ik was in het begin heel sceptisch en ik merk gewoon ook als ik het nu over praat en als ik het zie, dat ik steeds meer zin krijg om er weer mee bezig te gaan. En dat het eigenlijk nog helemaal, dat ik nog helemaal niet zo zat was van Breath of the Wild als ik dacht dat ik was. Dat ik er nog niet helemaal... Er zit 5, 6 jaar. De ene zegt 6, de ander zegt 5. Er zit een best wel een lange tijd tussen. Kijk, wat opvalt, en dat is mijn mening. Ik bedoel, er zat een day one patch op. Ik was die helemaal vergeten. Dan is de framerate 15. Day one patch maakt het gewoon wel weer 30. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik zag David Jeff er ook wat over zeggen. Van jongens, hey, dit is een fantastische game. Maar kom op, hey, die graphics zijn toch niet helemaal meer van deze tijd. En er zit pop-up in af en toe. Laat het zeggen. Heel vaak. De Switch is wel echt aan het eind van wat ik kan. Ja, dat is mijn grootste gripe met deze game. En dat is, maar ligt dat aan de game of ligt dat aan platform? Dat vind ik zo erg zo jammer dat Nintendo eigenlijk zulke goede games kan maken. Dat zie je hier ook weer. Maar dat ze met hun hardware, ik snap het wel, maar bedoel, ze hebben zoveel Switch units verkocht. Ja. En dat ecosysteem leent zich zo voor een upgradebaar systeem. Flikker er gewoon een pro-ding tussen je bestaande Joy-Cons. Zo'n game als dit verdient dat niet om te stotteren, te hakkelen en... Ja, dat vind ik gewoon jammer. En ik had ergens ook gehoopt, omdat ze dat natuurlijk ook hebben gedaan met Breath of the Wild. Dat was ook een console, die was op de Wii U en op de Switch. Had ik eigenlijk wel, en ik vermoed dat nog steeds, dat het dit jaar aangekondigd kan worden. Maar ja, dan heeft iedereen deze game, denk ik, niemand gaat zo'n game een half jaar uitstellen om te wachten op misschien een Switch Pro. En ik vind dat jammer. Ik denk dat het niet meer gaat komen. Koos gaat gewoon voor. Die blijft gewoon die. Dat was het ding. Ik zag niet dat het hier druppelde. Kennelijk was ik schil. Ja. Maar ik zag van, hey, als je ze twee keer achter elkaar gooit, dan zie je hem in één keer eronder in een beetje beginnen te roken. Dus ik denk, misschien moet ik er 5 achter elkaar gooien of zo. Maar helaas. Dus moet je ook weer. Kijk, en dan ontdek je dat dit ook kan. Ja. Dus je moet gewoon blijven proberen. Maar ik sla me daar helemaal bij aan. Want dat is natuurlijk wel een platformding. Dus ik vind het ook moeilijk om de game er een beetje op aan te spreken. Mm-hmm. Maar laten we ten eerste 30 fps natuurlijk. Hoger, dat zit er gewoon echt simpelweg niet in. Mm-hmm. Ja. Resolutie is 900p wanneer je dat docked speelt. 720p wanneer je het in handheld mode speelt. Ja, volgens mij met AMD Fidelity FSR 1.0. Gebruiken ze. Dus dat, en FSR 1.0. Ja, dat is de allereerste iteratie. En je ziet ook wel echt veel aliasing probleempjes daardoor. Ja. Veel frame drop, zoals jij al zegt. Ja, zeker als je de ultra hand uit de broekzak pakt. Dan gaat de game af en toe echt door zijn hoeven. En er zijn ook gewoon vaste gebieden. Kakariko Village Racer. Altijd als ik daar even doorheen ren, dan dipt die ook wel een paar keer. Dan snap je ook waarom die stijgers er staan. Hè? Ja, om gewoon de performance op te houden. Dat vond ik kut, want ondanks alles vind ik dat nog steeds, wat ik op het begin zei, sta ik daarachter. Mm-hmm. Maar ik heb wel echt de hele tijd dat ik dit speel, van een begin tot eind, heb ik wel zoiets van, man, ik wou dat ik dit op een krachtige console kon spelen. Ja, maar tuurlijk. Man, ik wou dat Nintendo gewoon de volle kracht van nieuwe consoles zou kunnen gebruiken
om deze game te maken. Want ja, weet je, ik weet, je kan deze shit ook geëmuleerd spelen op een PC. Ja. En dan kan je met 60 fps en 4K. Dat is zo. Maar je hebt nog steeds dezelfde pop in. Je hebt nog steeds de helezelfde flower textures. En noem dat maar op. Dus ja, hij draait dan beter. Maar je bent nog steeds beperkt aan wat de Switch uiteindelijk aan kan. Dat doet wel pijn bij deze game. Dat is ook zo. Ik denk wel een voordeel daarvan, een voordeel van dit nadeel is, want dat zei Johan Cruijff altijd, elk voordeel hebben nadeel of elk nadeel hebben voordeel, is dat waar developers die bezig zijn met PlayStation, PC en Xbox zich vaak totaal vergalopperen of blind staan op graphics en alle details en elk huisje waar je ingaat zijn dan weer andere boeken te zien. Terwijl de gameplay gewoon, het avontuur eigenlijk gewoon niet goed over nagedacht is. En dit is wel, ze hebben echt een soort van, maak gewoon een omgeving waarin ontzettend veel je kan doen. En er zit overal, is er ook wat te doen. Er zitten geen stukken in waarbij je bij wijze van spreken 20 minuten lang niks tegenkomt. Je komt altijd wel wat tegen. En ja, dan letten ze wat minder op de detail. Want in principe, ja, er zit al heel veel van dit soort bergen in. Maar wat ik dan weer mooi vind aan die bergen is dat er wel allemaal maniertjes zijn om er toch overheen te klimmen. Ja. Het is niet standaard. En heb ik dan liever dat ze, want aan de ene kant denk ik van ja, oké, iedereen geeft het een 10, maar graphic-wise en de frame rate, bedoel, hey, Redfall had het ook, weet je, waarom wordt hier dan niet over geklaagd? Ja. Nou, omdat dus die game, omdat je wel het gevoel hebt, dat was niet hun primaire focus. Hun primaire focus was een enorme zandbak te maken, vol avontuur. En dat is ze fantastisch gelukt. Ja. Ik snap het ook wel, 122 miljoen consoles zijn er verkocht, weet je wat? En als je ervan uitgaat dat bij Breath of the Wild 1 op de 2 mensen deze game kocht, als dat nu zo is, verkopen ze er gewoon 60 miljoen. Waarom zouden ze dit op een Switch Pro uitbrengen waar je eerst weer een campagne en dan moeten mensen weer kopen? Hey, het is heel ja, het was. Ik denk wel dat als Nintendo een nieuwe console in de markt had willen zetten, dan was dit sowieso heel slim geweest om te zeggen, ja, dan heb je dus deze game, kan je of op de Switch spelen op 30 fps, of je gaat direct voor een Full HD Switch Pro met een 60 fps. Ik was gewoon naar de winkel gesprint gewoon. Maar dat is precies wat er gaat gebeuren. Dat gaat ook wel gebeuren. Ze gaan volgend jaar gaan ze de Switch 2 uitbrengen. Ja, maar het is zo jammer, want dan heeft iedereen dit al gespeeld. Ja, maar ik denk ze gaan de Switch 2 uitbrengen. En niet meer een Switch Pro, daar is het nu echt te laat voor. Maar ze gaan een Switch 2 uitbrengen die gewoon backwards compatible is. Dus je kan wel al je oude Switch games spelen. Ja. Maar de Switch 2 games zijn alleen voor de Switch 2, weet je wel. Ja, en ik vind het, weet je, het doet me soms een beetje denken aan alsof Steven Spielberg zegt, oké, ik ga een nieuwe Jurassic Park maken, maar die gaan we dan in een bioscoop met een 360p scherm uitzenden. Ja. En dat is jammer, want de game is zo ontzettend goed dat het echt ook hardware verdient die ontzettend. Ja, de Switch is fantastisch, maar dat wou ik zeggen van dat deze game die gaat dan of die kan gewoon native, omdat de Switch game is op een Switch 2 wel een 60 fps en wellicht 4K draaien, who the fuck knows. Maar waarschijnlijk, Nintendo kennen, brengen ze hem gewoon opnieuw uit. Wat als dit gewoon één grote strategie is, weet je? Dat ze ons nog even één keer goed martelen en dan komen ze straks met and now. Ja. Bang, Switch 2. Ja, maar ik moet wel zeggen, qua replayability van deze game, de gameplay staat als een huis, maar we blijven de hele tijd avontuur en ontdekkingstocht noemen. Ja, deze game gaat om de reis, niet om de eindbestemming. Mm-hmm. Weet je, de eindbestemming, dan ben je klaar. Dan is het drop en dan is het feestje voorbij. Maar een groot gedeelte van die game is uitvinden hoe je er moet komen. Mm-hmm. En als je dat eenmaal hebt gedaan, dan is denk ik je tweede playthrough wel een stuk minder leuk. Omdat, de shrines, je weet al wat de oplossing is. Je weet al hoe alles werkt. Maar ik vind, we hebben het er ook, of tenminste morgen in de piepshow, moet ik even de volgorde. Ja, morgen in de piepshow gaan we het er ook over hebben. Hè, dat die hele markt, die gaat steeds meer op EA komt nou met games as a platform, weet je wel. Live games of games as a service. Dit is gewoon een avontuur waar je, als je het op dezelfde manier speelt, namelijk met exploreren en dingen doen en niet gaat lopen rushen. Het heeft niet zoveel zin, maar B, je mist zoveel. Dan ben je hier gewoon rustig tussen de 60 en de 100 uur mee bezig. Makkelijk, weet je wel? Ja. Makkelijk, ja. Als 100 uur waanzinnige ervaring niet meer genoeg is om €70 voor te betalen, ja, weet je, op een gegeven moment, wat is het dan wel, weet je? Ik bedoel, een bioscoop is 12, 13 euro voor anderhalf uur, weet je? Ja. Ik bedoel, ja. Dan gaan mensen zoeken wat het is. Ik hoef ook helemaal niet een tweede playthrough. Ik wil straks hopelijk een climax aan het einde. Fuck, wat een avontuur heb ik beleefd, weet je wel? En
Een beetje pielen met de dingen die je doet. Ik merk ook gewoon van dat ik veel meer geduld heb met deze game. Wat ik nooit heb, omdat ik me fucking... Ik weet toch wel wat ik moet doen, weet je. Geef me dat dan maar, want ik weet het, hier weet ik het niet. Hey, even een vraagje voor jullie. Hè? Want ja. dit vroeg ik mij wel af. Want wat ik wel af en toe een beetje lastig vind is, je ja. maakt die voertuigen. En dan laat ik ze weer achter, ja. zeg maar. Ik ben soms dan best wel bezig met iets. Maar op de duur dacht ik, ja, fuck it. Ik ga niet een kwartier weer zitten bouwen aan iets wat ik nodig heb. En dan na 5 seconden, dan pleur ik weer van de richel af. En dan ligt dat daar maar. Ja. Dat vind ik af en toe wel een beetje... Misschien komt dat nog, maar ik moet nog een beetje wennen aan hoe ik dit nieuwe... Jij zou ergens je devices willen in een garage. Net zoals een, ja, stable willen zetten. Nee, maar je hebt een stable voor je paarden. Zodat je die overal en altijd weer kan oproepen. Ja, daar had ik misschien ook wel iets voor gevoeld. Voor in ieder geval iets om je creaties op te slaan. Maar misschien is dat juist ook wel weer typisch Nintendo. Wees zuinig op je shit. En shit is wat waard. En ja, als je het niet kan gebruiken, je gaat de andere kant op dan... Maar ik weet niet, als je nou weer terugkomt na een tijdje, staat die er dan gewoon nog? Nee. Dan is die weg. Ja. Nee. Ja, nee, ja, ja, hey, that's it. Is wel heel erg milieubewust. En nog iets wat ik ook nog even wilde benoemen. Dat is ook een beetje flauw natuurlijk. Want de Switch ligt al op zijn rug om er dan nog bovenop te gaan hakken. Dat mag. Af en toe heeft de game full motion video's. Krijg je ineens een FMV in het beeld. En je ziet direct dat het een video is. Want er zitten van die ranzige compressieblokken op. En dan denk ik, dat Zelda verdient beter, jongens. Kom op. En een console die dat real-time aan kan Nintendo echt wel... bedoel, als zij 122 miljoen Switches hebben verkocht... dan kunnen ze echt hun R&D-department wel zeggen... jongens, we gaan deze keer niet een Nvidia Tegra-chip... van 5 jaar geleden volgend jaar uitbrengen. We gaan nu gewoon fucking vooraan de rij... forefront of technology. Ja, maar dat betekent fucking... dat is duur, weet je wel. En zij doen gewoon iets wat betaalbaar is... en wat gewoon, gewoon prijsvast is, weet je wel. Maar en... die reclames van vroeger van Super Nintendo of Ultra... weet je, now you're playing with superpower. Ik wil super Nintendo, ik wil weer superpower, man. Ik wil niet gewoon... bedoel, en toen de Game Boy Advance uitkwam, was dat ook al achterhaald. Hè? De Game Boy Advance was echt letterlijk een soort van 6 jaar oud ding. Maar omdat Nintendo zulke goede games heeft, kunnen ze het doen. En worden de marges ook wat heb je liever dan? Nintendo die dus power-wise underdelivered maar hele vette games maakt. Of die Xbox PlayStation boys. En heb ik natuurlijk ook een hele vette game die fucking de meest brute hardware maken. Maar dan games maken die gewoon nog niet eens eigenlijk gebruik maken van die techniek. Kijk, ik denk dat Nintendo genoeg marges heeft gepakt de afgelopen 30 jaar om dit allebei te kunnen deliveren. Daar heb je wel dat een punt. Ik. Maar ik vind op dezelfde optie wel beter. Ik denk dat een van de redenen waarom die game zo goed is... is omdat ze kunnen het niet verkopen op flashy graphics en dat soort dingen. Dus moeten ze ook creatiever zijn met wat ze in de wereld doen. Ja. En mag ik trouwens nog één argument aanhalen... waarom je echt niet moet gaan rushen in deze wereld? Ook wat echt beter is ten opzichte van Breath of the Wild... is gewoon de worldbuilding zelf. Je zag al Kakariko Village, dat vertelt een verhaal. Alles vertelt een beetje een verhaal. Mm-hmm. Er zijn veel meer notes te vinden, gewoon verspreid door de hele wereld heen. Mm-hmm. Gekke plekjes, weet je wel. Je komt nu gewoon grotten kom je tegen. En ga je die grot in en op een gegeven moment... ik zie alleen maar overal diamanten zitten. Ik denk, oh wow, jackpot! Dus ik ben aan het hakken. Want dat kan je weer verkopen voor roepies natuurlijk. Dus ik ben aan het hakken. Als een hele blije avonturier. En dan denk ik... Dun, 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 zitten in die fucking cave... een groot fucking rockmonster. En dan, kut, weg! Weet je? En zo gebeuren dat soort dingen de hele tijd. De characters in de wereld... dat besefte ik me ook. Want eigenlijk gaat deze review... net zoals mijn ervaring met de game... ik begon kritisch en ik word steeds enthousiaster. De characters in de game. Het zijn van die kleine dingetjes. Maar hoe Nintendo die characters maakt... Als ik een gesprek met een NPC heb, dan kijk ik even naar die NPC en denk ik, man, alleen Nintendo kan dit zo tof doen. Weet het heeft zo'n bepaalde vibe en je wil dan ook die character gewoon uit de brand helpen. Dan ga je die sidequest doen. Ja, daarom. Maar dan ben je gewoon aan het lopen. Ik ben onderweg naar een toren die ik 2 kilometer in de verte zie of zo. En in één keer kom ik voorbij een put en dan zie ik in die put, hey, ga kijken. Weer een avontuur. Maar wat wel grappig is, is dat deze game is zo sterk door het verhaal en door de gameplay en het avontuur. En soms heb ik het idee dat ze bij Nintendo veel meer mensen hebben werken... die gewoon vanuit gaming perspectief denken. Vanuit wat is nou leuk om te doen? Wat is nou leuk om te spelen? Hoe kunnen we de game... En wat minder vanuit de techniek. Want bijvoorbeeld wat ik ook best wel irritant vind is... bijvoorbeeld dan heb je een bepaald zwaard en op een gegeven moment bliksem, weet je wel. Ik had niet door van, waarom ga ik nou de hele tijd dood van de bliksem? Nou, uiteindelijk blijkt dat je metaal draagt. Je hebt metaal draagt. Dan moet ik heel snel iets wisselen. Maar het is allemaal zo klunky. Moet ik daarop drukken en dan daar en daar. Mm. En dan denk ik van, ik heb toch echt wel bepaalde systemen gezien... waarin dat beter kan, weet je wel. Het switchen van wapen. Het is archaïs. Alsof ze dat dus minder belangrijk vinden. En vooral bezig zijn met dat verhaal en dingen. Terwijl inderdaad, soms heb ik wel van... als ze dat verhaal nu ook nog eens een keer...
naar de 2023 kunnen trekken met een aantal dingen op techniek en op interface gebied. Ja, dan, hij is al wel cinematischer dan Breath of the Wild, hoor. Zeker. Maar dat is niet te vergelijken met de andere platformen natuurlijk. Andere dingen is ook audio. En dat is heel erg een smaakding. Ik hou gewoon van klassieke Zelda's die enorm fucking herkenbare soundtracks hebben. Ja. Met melodietjes die je 50 jaar later nog steeds kan naneuren. Ja, en ik snap, het is in deze wereld en Breath of the Wild had dat ook. Het is veel meer toned down en het gaat veel meer om omgevingsgeluid en juist subtiel gebruik maken van muziek. Ja, ik hou meer van de Lost Woods theme en dat soort dingen, weet je wel. Nou, het feit dat ik de muziek niet eens uitzet, dat zegt ja, ik vind het niet irritant. Ik vind het is gewoon een. Ja, ik bedoel, de soundtrack is fantastisch en dat was bij Breath of the Wild ook. Maar ik hoorde wel wat teams terugkomen dat ik dacht, ja, hier, weet je, een paar subtiele tweaks, dat zou mooi zijn. Maar aan de andere kant, ik zat te denken, een vriend van mij die heeft Breath of the Wild nooit gespeeld en ik zei gisteren tegen hem, als ik je zou moeten aanraden, weet je al, van zou je dan Breath of the Wild al eerst nog moeten gaan spelen? Wel handig. Ja, ik zou dat zeker wel doen. Maar als je de kans alleen maar had om een van de twee te kiezen, ik bedoel, dan moet je deze nemen, hoor. Nou, maar ik zie heel veel mensen ook van, ja, Breath of the Wild, ik heb het geprobeerd, het was niks voor mij, maar deze ga ik wel weer proberen. Nee, laat het. Moet je weet niet je, doen. Als Breath of the Wild niet je ding was, vergeet het maar, deze gaat ook niet voor jou zijn. En als je het wil proberen, dan inderdaad doe eerst Breath of the Wild, maar neem wel je tijd, want inderdaad, anders 200 uur, dan heb je misschien wel bij het bij Tears of the Kingdom. Ik ben het zelf aan doen. Voor ons is het gewoon mooi dat er een hele tijd tussen zit. Nee, dat je ik heb hem achter elkaar gespeeld. Okay. Vorige week heb ik Breath of the Wild uitgespeeld. Dus ik ben hem in één ruk aan het doorspelen. Okay. En daardoor voelt deze nog steeds vernieuwend en anders genoeg. En vooral door die powers en de manier waarop je die allemaal samen moet gebruiken. Mm-hmm. Voelt het compleet anders aan. Okay. Waar hadden we het nu over? Ook mensen inderdaad van, moet ik eerst Breath of the Wild spelen? Ja, want Breath of the Wild is gewoon een van de vetste games ooit gemaakt. Mm-hmm. En dit is chronologisch gezien. Het vertelt wel het verhaal, ja. Ja, een vervolg op natuurlijk Breath of the Wild. Maar dit is ook een betere game dan Breath of the Wild. Dus als jij eerst Tears of the Kingdom gaat spelen, omdat die nieuw is en je wil gewoon gelijk die dan spelen, dan gaat Breath of the Wild tegenvallen voor je. Maar als je eerst Breath of the Wild gaat spelen, je moet de lore ook, hè? Want al die mensen die je tegenkomt, die zijn geïntroduceerd aan jou met een verhaal in Breath of the Wild. En als je dat dan word je zomaar ergens gedropt van, over hoe de fuck is deze meneer? Want die praat nu al tegen hem. Ja, maar, dan weet je dus niet. Weet je wat ik wel heb? Dat besefte ik me net toen ik jullie hoorde praten. Ik dacht wel, er zijn een aantal dingen die ik niet leuk vind aan Breath of the Wild. Ja. Ondanks dat is het nog steeds een van mijn all-time favorite games. Maar een aantal dingen van Breath of the Wild, ja, daar ben ik gewoon niet. Wat ik zei, het koken, wapens die breken, dat zijn gewoon dingen. En die dungeons die, en kijk, in bepaald opzicht, dat die wapens breken nog steeds. Het koken is nog steeds vervelend. En die dungeons die ik heb gespeeld, waren nog steeds niet wat ik had gehoopt dat het was. En alsnog is deze game zo overweldigend vet dat ik het hem kan vergeven. Maar wat ik niet hoop, en dat Nintendo, ik hoop echt dat jullie meeluisteren. Altijd. Maar mijn mening wil natuurlijk, Nintendo wil natuurlijk mij pleasen, dat weet je. Niet nog zo'n game. Dit is het, dan is het wel goed, zeg maar. Niet nog een keer. Probeer dan hierna weer iets nieuws. Want anders krijgen we dat het gewoon Link's Creed Odyssey wordt. En dat zou ik jammer vinden. Want ik heb op wel het idee dat. Ik snap je angst. Ik heb totaal niet die angst bij Nintendo. Weet je, al zouden ze een derde maken, een trilogie, gewoon met hetzelfde concept, want het concept is hetzelfde. Ja, of een nieuwe wereld, maar dan moet wel echt iets. Maar dat vertrouw ik Nintendo helemaal toe. Want nogmaals, ook, weet je, mensen hadden ook heel lang toch wel van, ja, ik voel dit niet gewoon als een DLC en bla bla bla, weet je wel, want het is gewoon hetzelfde engine, hetzelfde wereld, bla bla. Nee, het voelt echt gewoon als een compleet nieuwe game. Maar wel met hetzelfde concept natuurlijk. Ja, en weet je wat ik zo goed vind aan zowel deze game als Breath of the Wild? Is dat ik heb toevallig vandaag mijn Zelda Game & Watch mee boven. Ja. Met Zelda 1 erop. En eigenlijk wat ik me bij Breath of the Wild al besefte, is dat Nintendo eigenlijk in essentie het concept van Zelda 1 en gewoon van de essentie van Zelda in een soort van nieuwe mallen heeft gegoten. Ik vind het leuk dat je dat zegt. En het vet in de premium Zelda-item dat we hebben gemaakt, zeg precies dit. Oh, vet. Ja. Zo zie ik dat ook echt. Want Nintendo heeft gewoon gekeken van, wat is de essentie van een Zelda-game? En als je kijkt, vroeger had je een close-up en een overworld, maar nu de overworld is de close-up. Je zit in de overworld te wandelen. Je bent constant dichtbij, altijd ver weg. Je kan overal heen, maar er gebeurt altijd iets dichtbij. En overal staan points of interest. Het is gewoon de definitie van een avontuur. En wat mij betreft,
Weet je, om en zo is het dan begonnen. Ook je werd in de map gegooid. Niemand vertelt je wat je moet doen. Ga maar kijken. Ja. Ga maar erop uit. En ja, dat zal niet voor iedereen zijn, maar voor mij is het echt de fucking shit. Het enige wat ik had gehoopt, dat was dan bij Ocarina of Time had je bijvoorbeeld Kokiri Forest, heette het volgens mij, waar je begon. Dat was allemaal wat hermetischer afgesloten. Ja. Ik werd bij Tears of the Kingdom, werd ik erg snel echt in de wilde gegooid. In het wilde gegooid. En ik had in het begin wel echt een paar keer dat ik dacht, wat de fuck moet ik doen? En dan zat ik maar te kloten met die ultra hand en frame. Dan maakte ik een plank met een wiel en die donderde dan weg. En dacht ik, ja, oké, misschien moet iemand even komen helpen van Nintendo. Want ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ja. Maar als het dan klikt, dan denk je, ah, jullie briljante motherfuckers. Ja, of je denkt van jezelf, wat ben ik een briljante motherfucker. Ja, ik heb het toch voor elkaar gekregen. Dat had ik gisteren in de shrine, dat ik echt dacht, yeah. Ja, maar echt, ik heb heel vaak shrines opgelost van, dit is nooit hoe Nintendo heeft bedoeld om deze shrine op te lossen. Totaal niet. Maar ik heb het wel op mijn manier gedaan. En, ja, en ik heb het gehad. Dat is het enige wat telt. Ja, en dan in de outro dan hoor je I did it my way. Ja, 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 nee. Dus, poeh, ja, een review in progress. 49 minuten. Ik weet niet of jullie nog bepaalde zaken kwijt willen over deze game. Nee, nee. Ik denk, laten we gewoon even een weekje of twee doorgaan. Ja, en zeker wie weet, ik zie dat Kevin bijvoorbeeld ook al aan het spelen is. Ja. Wie weet, zet ik een iets andere setting bij elkaar. Maar dan heeft iedereen de hele wereld. Wat het leuke daarvan is, iedereen heeft het op een andere manier gespeeld. Dus dat is eigenlijk de kernvraag van hoe heb jij dit beleefd? Hoe ben jij erom gegaan? Want iedereen heeft zijn eigen route. En ik hoor nu alweer dingen dat ik denk, oh fuck, dat heb ik helemaal niet gedaan. Dus dat ga ik dan ook maar doen op die manier. Ik weet nog steeds bijvoorbeeld niet hoe ik een paard kan vinden. Maar ja, goed, dat is dan aan mij. Ik heb ook nog geen paard. Ik ga gewoon met een plank met een wiel erop door de wereld heen. Dat kan. Je kan skateboarden. Je kan een skateboard in elkaar zetten. Je kan vanaf met je schild vanaf bergen snowboarden. Het is amazing. Ja, nou ja, hier, dat bedoel ik. Ik heb er nu wel zin aan. Jongens, wat ik al zei, ik kom superlatieve tekort. Ik heb ze ook wel echt rijkelijk hier gewoon op tafel gestrooid natuurlijk. Er valt echt genoeg aan te merken op Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Er valt genoeg op aan te merken. Maar de kwaliteit, die outshined alles wat minder leuk is aan de game zo enorm dat het voor mij totaal geen issue is. Ik weet niet of dat voor jullie ook een beetje die manier het goed omschrijft. Nou ja, ik vind Tears of the Kingdom vetter dan Breath of the Wild. En ik vond Breath of the Wild een van de beste games die ik ooit heb gespeeld. Dus maar het was wel, het was niet, wat ik wel moet zeggen, de eerste 10 uur waren wel, ik schrok van jouw WhatsApp. Jij hebt dus gewoon 5 jaar even niet gespeeld, denk ik dan. Mm-hmm. Ik heb er alleen sluiter gespeeld. En toen ik jouw appjes al zag, ik denk, ja, ik ga er niks over zeggen. Maar wauw, ik schrok wel. Ik verwacht van Zelda gewoon wel het maximale. En ik was heel sceptisch voor deze game. Want ik dacht, dezelfde wereld als Breath of the Wild. En ik zag die trailers en ik dacht, wat is dit, joh? Nee, maar 5 jaar development time en je ziet het erin terug. Ja, en dat is het. En nu ik het zie, begin ik steeds overtuigd te raken. En begint de scepticus in mij begint langzaam weer te smelten als sneeuw voor de zon. Voor deze toch wel bizar charmante topgame die ik tot dusver erin aan het ontdekken ben. Nee, ik vermaak me ook uitstekend. En ik ben niet echt het archetype Zelda gamer. Ik moet wel zeggen, ik ben altijd een beetje allergisch voor de hele maniacale van het is een 10. Er zitten genoeg dingetjes in dat je kan zeggen van het is absoluut niet perfect. Er kunnen echt wel dingen, hadden ze anders kunnen doen of beter kunnen maken. Maar de basis is gewoon, het is een waanzinnig avontuur. Ik denk niet heel snel dat er een beter avontuur komt dit jaar. Dus bij mij blijft hij ook in mijn Switch zitten. Mm-hmm.